Elke golfbaan is anders. Een ronde in 87 slagen op een moeilijke baan kan een betere prestatie zijn dan een ronde van 85 op een makkelijke baan. Niet alleen banen verschillen. Ook iedere speler is anders. Een scratchspeler, iemand met handicap 0, heeft een andere ervaring dan een bogeyspeler, een golfer met een handicap van ongeveer 20 tot 24. Als een scratchspeler en een bogeyspeler op dezelfde baan spelen, op hetzelfde moment en onder normale condities, dan zal de bogeyspeler meer uitgedaagd worden op het gebied van afstand, precisie en het vermijden van obstakels zoals bomen. Maar door de course rating en slope ratings houdt het handicap systeem hier rekening mee. De handicap van iedere speler wordt omgerekend in een course handicap, zodat het spel voor spelers van alle niveaus eerlijk en leuk is. De course rating weerspiegelt de moeilijkheidsgraad van een baan, onder normale condities voor de scratchspelers. De slope rating weerspiegelt de relatieve moeilijkheid voor alle spelers vergeleken met scratchspelers. Course ratings zijn een fundamenteel onderdeel van het handicap systeem en worden uitgevoerd door gekwalificeerde teams van de golffederaties. De teams kijken op elke hole naar de effectieve speellengte en de invloed van obstakels onder normale baan- en weersomstandigheden. De effectieve speellengte wordt bepaald door factoren zoals hoogteverschillen, rol en wind. Voorbeelden van obstakels zijn bomen, de breedte van fairways, hindernissen, herstelmogelijkheden vanuit de rough en de grootte van de greens. De invloed van de factoren worden vastgesteld voor de scratchspelers en de bogeyspelers. Dit evaluatieproces eindigt met een berekening van de course rating en slope rating voor elke set tees. Spelers kunnen in de handicaptabellen van een baan vinden wat de course en slope rating is en hoeveel slagen ze krijgen met hun handicap. In apps zoals de app golf.nl zien spelers automatisch wat hun course handicap is en per hole wordt getoond of men slagen krijgt of niet. In veel landen en ook in Nederland werken we al langer met het course rating systeem. Maar nu, met de invoering van het World Handicap System, wordt het course rating systeem in elk land van de wereld gebruikt. Hierdoor kunnen golfers uit alle landen en van alle niveaus op een eerlijke manier met elkaar spelen op elke baan ter wereld. Tevens kunnen alle golfers nu in elk ander land van de wereld qualifying kaarten spelen die meetellen voor hun handicap.